Welkom bij Spellenzone, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Oh Captain, uitgegeven door Ludonaut. Het is een spel voor 3 tot 6 spelers waar je ongeveer 20 tot 30 minuutjes mee bezig bent. En dit is een bluffspel waarbij we op zoek gaan naar schat. We zijn allemaal piraten, we proberen zoveel mogelijk klinkende munten te verzamelen en tegelijkertijd de meest kostbare schatten naar binnen te smokkelen. Maar ja, elke schat die je pakt, dat moet je natuurlijk wel even melden aan de kapitein, want die heeft eerst de keuze of hij het zelf wil hebben of niet. Dus daar zal wat gelogen en gebluft worden. Degene die uiteindelijk het meeste geld weet te verzamelen, wordt de winnaar van Oh Captain. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel zit in een bijzondere box, erg leuk vormgegeven. We krijgen daarin de spelregels in het Engels. Die zijn duidelijk opgezet met voorbeelden, uitleg van alle verschillende kaarteffecten en de speciale eigenschappen. En we krijgen nog een stukje verhaal erbij. Dit is in een serie uitgebracht. En verder krijgen wij de spelersbordjes, een kaarthouder die de grot vertegenwoordigt, een startspeler, ja niet eens de startspeler, de kapitein fles met daarin de brievenpost, de gouden munten waar het ons om te doen is en een paar meerderheidsvlaggetjes die je aan het einde van het spel kan verzamelen. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel eruit. Begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler kiest een karakter en we wijzen een startspeler aan en die begint als kapitein. De kapitein krijgt 5 munten, de andere spelers 3 munten. En daarnaast krijgt de kapitein de flessenpost en de bovenste 3 kaarten van de trekstapel in de afleg. En dat zijn dan kaarten waarvan de kapitein kennis heeft. Elke kaart zit er een x aantal keren in. Dat kun je op die manier bekijken. En dat zorgt ervoor dat je als kapitein iets meer kennis hebt. Dus dan kun je wat makkelijker beoordelen of de crewmembers aan het liegen zijn. De andere leden krijgen 3 munten en een beurs die ze gesloten voor zich neerleggen. Het overige geld leggen we binnen handbereik in de kas. Dan hebben wij de Nuka Cave met daarin de kaarten. We pakken er 3. Daar schudden we de nomadenkaarten door, dat is het einde van de spelkaart. En die leggen we onderop. En daar komt de rest weer bovenop te liggen. En die gaat naar de speler links van de kapitein. Dat is de speler die als eerste begint met schatten uit de Nuka Cave halen. We hebben hier nog de meerderheidsvlaggen voor aan het einde van het spel. Meerderheid in salamanders, in grapplers en in pistolen. En daar kun je ook nog muntjes mee verdienen, maar die zijn voor het einde. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het spel duurt voort tot dus de nomadkaart uit de grot tevoorschijn komt. En dan gaan we kijken hoeveel punten we hebben. Je kijkt naar de munten die je hebt en de kaarten die je hebt verzameld. En dat levert je een eindscore op. En de meeste gouden munten is de winnaar. Maar zo zit het hem op. Laten we maar eens gaan spelen. Elk spelersbordje is dubbelzijdig. Als je de kapitein bent, leg je hem op deze zijde neer. En als je een crewmember bent, dan leg je hem op deze zijde neer. De kapitein heeft een andere rol dan de andere spelers. Als je de kapitein bent, zul je niet naar de grot gaan om schatten te zoeken. Je gaat alleen maar beoordelen of je een schat wilt die door een van jouw crewmembers gevonden is. En daarnaast moet je als kapitein natuurlijk degene met het meeste geld zijn. Want zodra dat niet meer het geval is, dan kunnen mensen jouw rol overnemen. Verder heeft elke speler een speciale eigenschap. Die ga ik niet uitleggen, maar die staan keurig achterop omschreven. Wanneer je die kan gebruiken en hoe dat werkt. Waar je ook nog rekening mee moet houden. Maar hoe ziet een beurt van een speler eruit? 4 stapjes. Allereerst gaat de speler kijken of hij meer goud heeft dan de kapitein. Als je meer goud hebt dan de kapitein, laten we het even zo doen, dan mag je kiezen om te gaan muiten of loyaal te blijven. Wil je loyaal blijven, dan geef je 1 van je munten aan de kapitein en de kapitein blijft gewoon bij de speler die hem nu heeft. Kies je ervoor om te muiten, dan neem je de kapiteinsbottle met de discard pile die eronder ligt, die leg je voor je neer. Je draait je bordje naar de kapiteinszijde. De speler die de kapitein wordt gewoon een crewmember. En je krijgt 1 muntje uit de voorraad. Nou, in mijn voorbeeld, we zijn net begonnen, is dat nog niet van toepassing. Dus dan sla je die eerste stap over. De tweede stap is de exploration. Hierbij ga je de Nuka Cave in. Je pakt de bovenste kaart, die bekijk je. Ik leg hem even open, maar dat doe je natuurlijk niet. Je bekijkt hem in het geheim voor jezelf. En dan leg je hem in het midden van de tafel en geef je aan wat het is.
Je mag deze kaart 4 verschillende benamingen geven. Je mag zeggen dat het een salamander is, een pistool, een grapplinghoek of een lantaarn. Het enige wat je niet mag zeggen dat het is, is een noeka-eik. Als je deze kaart pakt, die is aan het einde van het spel een strafpunt waard. Je mag nooit zeggen dat je een noeka-eik hebt gevonden. Daarbij moet je altijd liegen. Maar bij deze kaarten mag je liegen. En je wilt liegen om 2 redenen soms. Aan de ene kant wil je voorkomen dat de kapitein hem van je afpakt. Want daarmee geef je een aantrekkelijke kaart misschien aan de kapitein. Bijvoorbeeld zo'n lantaarn is toch 3 geld waard aan het einde. Dus dat is wel leuk. En het andere is, als je zegt dat het een kaart, een bepaald soort kaart is, en men twijfelt er niet aan, mag je die kaart ook als zodanig gebruiken. Dus als jij zegt dat dit een pistool is, en mensen geloven dat, dan mag je hem ook spelen, als ware het een pistool. Maar hoe gaat het in zijn werk? Wij hebben dus 1 kaart gepakt, we hebben hem zelf bekeken, en we zeggen in dit geval, het is een lizard. Dus we liegen niet. Het eerste wat je dan gaat doen, stap 3, is de kapitein vragen van wil je die lizard hebben? Want de kapitein heeft altijd eerste keus. Als de kapitein zegt ik wil hem hebben, betaalt hij 1 muntje aan de speler die hem aanbiedt. Neemt hij de kaart, die bekijkt hij. En als het klopt, mag hij de aanval van de kaart uitvoeren. De lizard geeft je de mogelijkheid om van iemand een munt te stelen. Zouden we gezegd hebben, het is een lizard. De kapitein zegt, die wil ik hebben. De kapitein draait de kaart altijd open. In dit geval klopt het niet. Nog steeds een leuke kaart voor de kapitein. Maar het effect van de lizard kan hij nu niet toepassen. Dus dat is de 3e stap. Je moet de kapitein altijd de eerste keuze geven. Gaan we even terug naar ons eigen voorbeeld. De kapitein zegt, nou ik geloof er niks van dat het een lizard is. Want ik heb zelf, hij heeft in die aflegstapel gezien dat hij 2 lizards heeft. Er zitten er maar 5 in het spel. Dus de kapitein denkt, nou ik word hier geflasht. Ik vind het niet interessant, dus ik laat het voor wat het is. Dan blijft de kaart bij de speler en dan mag die speler het effect van de lizard toepassen. En dan mag hij dus in dit geval een munt stelen van een andere speler. En een andere speler is altijd een explorer. Dat is nooit de kapitein, dus dat is altijd 1 van deze spelers in mijn voorbeeld. En in dit geval kunnen er ook weer 2 dingen gebeuren. Googly Eyes heeft gezegd, dit is een lizard. Die zegt bijvoorbeeld, ik ga van de zwarte speler een muntje stelen. Dan kan de zwarte speler zeggen, oké, ik geloof het. En dan gebeurt het gewoon. Deze kaart gaat gesloten op zijn overwinningsstapel. Het kan ook zo zijn dat de zwarte speler zegt, ja, jij zegt wel dat het een lizard is, maar ik geloof je niet. Dan wordt de kaart opengedraaid. Is het inderdaad juist, dan moet hij een munt betalen aan de speler. En daarna gaat het effect van de kaart af. Zou de speler gelogen hebben? Dus Googly Eyes zegt, het is een lizard, ik steel van jou een muntje. Zwarte speler zegt, ik geloof er niks van. De kaart gaat open, het is inderdaad geen lizard. Dan moet Googly Eyes een munt aan de zwarte spelers betalen. En deze kaart gaat open op zijn of haar aflegstapel. Maar dat is dus hoe je een beurt speelt. En dat is de volgende speler. In dit geval Army Guy. Hij heeft niet meer muntjes dan de kapitein. Skip, hij pakt de bovenste kaart. Die bekijkt hij voor zichzelf. Hij geeft aan, dit is een pistool. De kapitein mag zeggen, pistool, wil ik die hebben? Nee, mag je houden. Nou, dan gaat hij gewoon naar Army Guy. Dan gaat hij het effect van het pistool uitvoeren. Oftewel, hij gaat een kaart bij iemand in zijn overwinningsstapel wegschieten. En dan kan die speler dat blind accepteren of die kan dat challengen en zeggen van ik geloof niet dat het pistool is enzovoort. En zo gaan we beurt na beurt spelen. Wat voor effecten hebben we? Nou, we hebben de lizard gezien. Daarmee mag je een muntje stelen van een andere speler. We hebben de lantaarn. Daarmee mag je een gesloten kaart in iemands lootstapel opendraaien. Zodat je weet of het de moeite waard is om die te stelen. We hebben de grappling hook. Nou, die verklapt zichzelf eigenlijk al. Daarmee mag je een kaart stelen uit de stapel van de tegenstander, een lootstapel. En tot slot hebben we het pistool, zoals ik al zei. En daarmee kun je een kaart uit iemands stapel schieten. Dat mag dus weer een open kaart zijn. Of als het een gesloten kaart is, wordt er weer alle gesloten kaarten geschud en willekeurig eentje uit weggeknald. En tot slot zijn er de noeka-eieren. En de noeka-eieren, daar moet je altijd over liegen. En die leveren strafpunten op, dus die proberen we iemand in de mik te duwen.
En elke explorer is gestart met een zakje goud. En dat is gewoon één muntje waard aan het einde van het spel. Maar zo zijn de explorers één voor één aan de beurt. Heb ik meer geld dan de kapitein? Nee, pak een kaartje uit de grot. Ik vertel het, bied het aan de kapitein en anders gebruik je het effect. En de kapitein wordt hierin altijd overgeslagen. Maar op een gegeven moment heeft hij misschien zoveel muntjes betaald. Of zijn andere mensen zo rijk geworden dat zij de kapitein kunnen challengen. En dan verandert de kapitein weer van startspeler. Weggeschoten kaarten worden trouwens ook hier in de discard pile gelegd. Maar zo spelen we door tot op een gegeven moment in de onderste vier kaarten zit ergens de nomadkaart tevoorschijn komt. En dan gaan we naar de eindscore. En aan het einde van het spel krijg je punten voor elke gouden munt die je hebt. Je krijgt punten voor elke kaart waar een munt op geprint staat. Je verliest een munt voor elk Nuka egg wat je hebt. En we gaan nog eventjes kijken wie heeft de meeste grappling hooks. Bij een gelijkspel krijgt niemand hem, maar die krijgt dan 4 punten. De meeste lizards en de meeste pistolen. En dat levert ook nog extra muntjes op. En dat allemaal bij elkaar opgeteld levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van O Captain. En zo wordt het spel gespeeld. Het thema en de vormgeving van O Captain vind ik tof gedaan. Het idee dat je als kapitein je mensen op pad stuurt die voor jou de schatten naar binnen halen. En dat je dan zelf selectief kiest van oké, die wil ik wel hebben, die wil ik niet hebben. Dat vind ik een leuk concept, zeker gecombineerd met het feit dat jouw piraten natuurlijk bestaan uit een bende leugenaars. Die zelf proberen rijker te worden dan de kapitein, zodat ze hun eigen schip kunnen krijgen. Dus alles wat ze zeggen moet met een flink korrel zout genomen worden. Dus dat is een simpel, maar vermakelijk mechanisme. En als je ze dan toch af en toe eens gelooft, dan zijn ze met elkaar aan het bakkeleien en proberen ze de nare effecten van diverse kaarten op elkaar uit. Dus dat is een grappig mechanisme en je kunt soms met heel veel wegkomen als je het op de juiste manier weet te presenteren. En aan de andere kant, soms val je weer jammerlijk door de mand of weet de kapitein erin te slagen om een Nuka-egg te kopen. En dat is natuurlijk super grappig. De vormgeving is ook gaaf gedaan. Het artwork op de kaarten is tof. De kleuren zijn lekker fel en sprekend. En ook een grot arcaadhoudertje, een flesje met een brief erin en de layout van de box. Die zijn allemaal gewoon uitstekend verzorgd. Dus het hele spelletje geeft gewoon een fraaie indruk. Zeker met de goud reflecterende ruggen van de kaarten. Het ziet er gewoon erg tof uit. En het spelmechanisme zelf is oké. Het bluffmechanisme zit er goed in. Alleen in mijn optiek zit er net iets te veel regels aan net iets te weinig spel. Want ja, het is natuurlijk gewoon, je pakt een kaartje. Je gaat erover liegen. De kapitein mag een keuze maken. Oké, die doet het niet. Dan mag je hem zelf spelen op een andere explorer. Die accepteert het gewillig of die gaat daar weer mee in discussie. En dat zijn relatief veel stapjes voor gewoon een stukje liegen en bluffen. En niet storend, maar dat maakt wel dat de toegankelijkheid van het spel iets hoger ligt dan wat ik had verwacht bij dit spelletje. Het kost gewoon meestal een paar rondjes voordat iedereen door heeft. Oh, dus dat is het. Ja, kaartje pakken, liegen. En dan of eerlijk zijn, de kapitein heeft de eerste keuze. En als dat niet gaat, dan kan ik mijn effect gebruiken op de volgende. Dus er zit net even wat meer stapjes in. Niet storend, maar maakt de toegankelijkheid gewoon iets hoger. Aan de andere kant, doordat je dus met de kapitein interactie hebt, dat je met een andere explorer interactie hebt en met z'n allen bezig bent en het is één kaartje per speler, gaat het lekker snel. Ben je ook lekker met z'n allen aan het spelen. Je bent een beetje in de gaten aan het houden wie heeft veel goud, waar liggen de kostbare schatten en die probeer je dan weer terug te pakken met een grappling hook of met een pistool weg te knallen. Dus ja, het pestgehalte en het met elkaar spelen, dat zit goed verwerkt in O Captain. En dat alles bij elkaar maakt O Captain gewoon tot een prima spelletje. Qua vormgeving uitstekend gedaan, hoge kwaliteit en lekker kleurrijk. Qua spelmechanisme toegankelijk, met een kleine initiële drempel, maar veel interactie en met elkaar en spelen en bluffen en liegen, wat ik persoonlijk altijd een tof mechanisme vind. En om die reden krijgt ook Captain van mij een dikke 6.
Naast Spellenzolder.